vroeger, ja, op de middelbare school wilde ik veearts worden. Daar kwam een beetje modellenwerk tussendoor. Toen ben ik een beetje hbo gaan doen, dat beviel me ook niet. Ik ben wel iemand die vindt dat elke dag een goede dag moet zijn. Dus op het moment dat het me niet meer zint of dat ik onvrede heb, dan denk ik, ja, dit is niet goed. En als ik dan de situatie niet kan veranderen, dan kan ik beter mezelf veranderen. I made my bed and tried to sleep and still my eyes are open wide. Nou, ik was paardeneigenaar, heel gelukkig. En ik vond die hoefsmid die bij ons aan het werk was, mijn eigen paard vond ik geweldig. Ik denk, goh, dat is nog eens een ambacht. Echt met de beesten en je eigen agenda, lekker buiten. En als het paard goed beslagen is, dan is de baas blij, is het paard blij en dan is je dag goed. En dat vond ik heel aantrekkelijk vergeleken met het kantoorleven wat ik toen had. Targets, de e-mails, de ass-covering, de vergaderingen met het doorschuiven van due dates elke week weer. En ja, toen kwam dit op mijn pad eigenlijk. Van god, dat zou toch wel echt heel gaaf zijn. Ik ben ook een beetje beïnvloed door mijn beste vriendin sinds de middelbare school. Die raakte heel naar gehandicapt en dat is ze nog steeds. En dat doet je ook wel inzien van, nou, hè, je kan wel alles tot je pensioen uitstellen of tot je weekend. Maar als je alleen het weekend lol hebt, dan heb je van de 7 dagen 5 dagen een pesttumeur. Dat is ook zonde. Dus het moet gewoon altijd leuk zijn. Maar die modellenperiode, hoe zit dat? Nou ja, dat begon eigenlijk met de flairwedstrijd. Als meisje van 15, dan kon je een reis naar Turkije winnen. Nooit gebeurd natuurlijk. Maar nou, toch bij elkaar wel een jaar of 10 een beetje mee bezig geweest. Ik kan de map wel even laten zien. Maar geen Duitse cruise dingen, hè? Gewoon een beetje leuk. Dus dan heb je zo wel een aardig boek bij elkaar met leuke fotootjes. Maar het was wel leuk, maar niet... Het is geen wezenlijk punt van mijn leven, maar zeker Coco Flanel met Urbanus mocht ik in meelopen. Dat was gewoon hartstikke lachen, voor een meid van 19 natuurlijk. En wel een contrast mooi was nodig. Ja, mensen moeten er ook heel erg om lachen vaak. Van wat? Dan zien ze het op mijn website, dan heb ik het voor de grap een beetje opgezet. En ook met dat kantoor ook, hè, dat je met gelakte nageltjes. En ik lak ze nog steeds, maar op maandag zijn ze netjes en op vrijdag ziet het er niet meer uit. En maar mensen zeggen het zo vaak van, ach, nog nooit een hoefsmid met gelakte nagels gezien. Maar nou ja, je hoeft ook geen manwijf te zijn om een vrouwenberoep te doen, toch? Dus zo is het zelf ook al aan het begin, toen was het jong hier. Dus hier is een bepaalde baan in gedachten. Want we nog dat hele traject nog even naar gaan. Heeft nou eindelijk die plakje voel? Helemaal, ja. Helemaal. Zeker nu, nou, sinds oktober werk ik ook als smid in de dierenkliniek in Emmeloord erbij. Dus dan krijg je ook nog weer meer te maken met kreupelheden en echt speciale dingen, speciaal beslag. En je ziet foto's en MRI's. Maar ik vind eigenlijk toch hoefsmid leuker dan dierenarts uiteindelijk. Dus ik ben helemaal op mijn plek. Wat ben dit alle, Ger? Dit ben alliaansgaard. Allief. Thema's. Dit is dit ben vuurtorens. Dit ben dierentuin. Ik ga alles op thema. Ik vind het wel 350 thema's. Zoiets.
Dat gaat van alcohol, zoals ik maar zei, dat de set van zwembaden. En daar zit de gekste thema zit erbij. Waar ben je nou op zoek? In dit specifieke geval ben ik op zoek naar de Koninklijke Marine. Maar mijn hoofdverzamelgebied is Leeuwarden. En wat is er zo mooi aan het verzamelen van kaarten? Ja, wat is er nou mooi aan? Ik beantwoord hem eigenlijk met de vraag van hoe word je verliefd? Ik stap 's morgens niet uit bed met het idee, morgen word ik verliefd. Nee, het overkomt je gewoon. Dus met verzamelen, precies zo. Het overkomt je. Je zoekt er niet om. Hoeveel heb je al? In totaal heb ik een 1400-1500 van mijn allemaal. En van Bertram heb ik een 120. Ben er ooit zachtvolle kaarten makkelijk? Er zijn al meer. Dat is de tik is die lege kaarten te vinden. En daar doe je alles voor. En waar zit ze dan? Dat weet je nooit. Dus jouw bloemen altijd op ziek? Ik ben altijd op ziek, ik droom ervan. Ja, echt weer. Heb je ook kaarten van benzinestations? Dat hak. Ja, ik zit meest in een auto natuurlijk. Dus, die kun je zo gauw net vinden? Nou, dan mag ik het even pakken. Dan, ik ga van de week krijg ik weer wat inkocht. Dan heb je zin met die dwarsjes tienen. Toevallig een paar, maar ja, dit is dan boetenloos. Maar dit ben tankstations. Ik van het weekend toevallig weer inkocht, maar dit is nou boetenloos. Sure. Jovine, serieus, zou maar even wat tankstations voor mij. Ja, zeker. Ik was aan het zeggen waar geen aanschaf van maken is. Sure, het communicatiemiddel vroeger. De wereldgebeurtenissen kwamen ook op elkaar. De jaarmoeren, de inbraken, de vreemde mensen, de lilliputters. Ben dit al jouw kaarten? Nee. We gaan nog een paar op zolder. Hoeveel kaarten lezen je wel net? Nou, zo, ik heb het wel begrepen, ik had het nog nooit geteld. Maar er moest er vanuit gaan, is het in ieder geval over 1 miljoen. Heb ik nou wat bijzonders voor u hierboven? Hierboven? Nou, ben je dit nog net mooie geiten? Prachtig. Nou Jan, deze nemen we even mee. Hartstikke mooi. Ik krijg het even voor mij. Dan is het misschien het begin van een nieuwe verzameling.